Yo mensen van Noemargamen! Tof dat je maar weer kijkt naar deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island hier op Noemargamen. Ik heb er heel veel zin in, hoop ik jullie ook. Deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island ga ik met jullie verder met het maken van het Noemargamen Clubhuis. Heb jij de vorige aflevering van Minecraft Survival Island niet gezien? Check dan even de beschrijving om de playlist te checken. Of klik even op de aangegeven annotaties in beeld dat jij weet waar we de vorige aflevering mee bezig zijn geweest. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon deze aflevering kijken, want jullie kunnen het namelijk al zien. De vorige aflevering heb ik namelijk deze reconstructie eigenlijk gemaakt. Dat is eigenlijk een beetje de opbouw van mijn clubhuis. Er was namelijk een tijdje geleden onder de Minecraft Survival Island video een hele leuke reactie geplaatst. Waar eigenlijk in stond dat het misschien wel een leuk idee was om een clubhuis te maken. En ik vond dat persoonlijk ook een super tof idee. En daarom wil ik daar deze aflevering ook lekker mee verder gaan. Zoals jullie misschien al wel kunnen zien, wordt het concept van het clubhuis eigenlijk gelig. Dus echt lekker veel geel gebruiken, dat is het hele idee. Zoals jullie kunnen zien, ik heb de pilaren weer even gefixt. De vorige aflevering had ik namelijk een klein foutje gemaakt in de pilaren. Die ik nu in ieder geval weer op de juiste maat heb gemaakt. Het heeft even 2 minuten gekost of zo, dus dat is helemaal niet erg. Wat we deze aflevering gaan doen, ik ga dus deze aflevering proberen eigenlijk gewoon de opvulling te maken. Wat echt super verkeerd klinkt. Maar we gaan de opvulling proberen te maken van mijn clubhuis. En dat moet denk ik wel goed komen. We hebben namelijk heel erg veel geel glas nodig. Wat wij als het goed is in de kist hebben liggen. En we hebben wat van die gele klei en dat gele wol nodig. En hebben we ook allemaal bij de hand. Dus ik denk dat dit een hele veelbelovende aflevering gaat worden. Waar wij hopelijk het gedeelte of in ieder geval de zijkanten van het clubhuis af kunnen krijgen. Zodat we ja, hopelijk misschien de volgende aflevering alweer bezig kunnen gaan met het maken van het dak en al dat soort dingen. Voor de rest heeft iemand een Doemargamen texture pack gemaakt, om het even op die manier te benadrukken. Het is niet echt een Doemargamen texture pack. Maar ik heb jullie een aantal afleveringen geleden gevraagd of iemand misschien een Devil texture pack wou gaan aanpassen, zodat de paintings in het texture pack ook daadwerkelijk van Miley Cyrus zouden zijn en van mij als Minecraft speler. En ik heb dat binnengekregen. Ik heb het nog niet helemaal getest, dus dat ga ik zo meteen even doen. Ik heb namelijk momenteel het texture pack geselecteerd. Of het er ook echt goed uitziet, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Waarschijnlijk zijn ze heel erg pixelated, want dat had ik namelijk in de e-mail gelezen. Maar we zullen er vanzelf gaan achterkomen. De ramen zijn sowieso in één keer heel anders. In ieder geval deze ramen. Wat ik eigenlijk allemaal niet lelijk uit vind zien. Ik vind het wel goed zo. Dus dat is denk ik het enige wat ook bij het texture pack is veranderd. Oh ja, en die persoon zei ook dat hij acacia hout had veranderd. En ik weet momenteel even niet of dat echt zo is. Dus ik ga heel even kijken of ik hier acacia hout heb. Nou, dat heb ik niet. Maar hij had in ieder geval acacia hout veranderd in gele sters. Want hij had namelijk verteld dat ik heel erg weinig acacia hout had gebruikt op mijn eilandje. Dus dat leek hem wel een goed idee om acacia hout te gaan veranderen in geel hout. Dus dat moeten we dan maar een keer gaan verzamelen om te kijken of dat ook echt gelukt is. En dan kunnen we dat misschien wel gebruiken als dak. Want acacia hout is namelijk een soort hout dat ik bijna nog niet gebruikt heb op Minecraft Survival Island. Dus dat is ook niet heel erg als het dan een andere kleur heeft. Want ik heb het toch bijna niet gebruikt. En ik ga het waarschijnlijk ook niet gebruiken. Omdat ik het namelijk niet heel erg mooi vind, als ik eerlijk mag zijn. Dus dan weten we dat. Hier heb ik nog enorm veel iron, zoals jullie kunnen zien. Ik heb namelijk 24 iron blocks. Alleen het ironische is eigenlijk dat ik gewoon meer diamond blocks heb dan iron blocks. Ik bedoel, wie had dat ooit durven dromen? Normaal gesproken heb ik namelijk altijd meer iron dan diamond. Wat ook wel logisch is, want diamond is namelijk echt veel moeilijker te krijgen als iron, zoals jullie misschien wel weten. Maar nu ben ik dus eindelijk in het scenario gekomen waarbij ik dus echt letterlijk gewoon meer diamonds heb dan iron. Wat wel apart is eigenlijk, want ik ben dus eigenlijk gewoon minder iron tegengekomen de afgelopen tijd dan diamond. Maar toch, weet je, het is wel chill. Ik ben er tevreden over. Ik heb sowieso niets te klagen met zoveel diamanten. Zul ik dit maar heel even hierin doen of hoort het hier niet in? Ik denk het eigenlijk wel, maar normaal gesproken gooi ik het eigenlijk ook wel een beetje hierin. Dus eigenlijk gewoon een kist waar al mijn tools in zitten die ik niet meer gebruik en eigenlijk ook al mijn armor. Best wel retard dat het hier gewoon een diamond sword in zit met Bane of Atropos 4. Daar heeft namelijk gewoon 30 experience in gezeten. En ook nog eens 2 diamanten, dus daar doe ik eigenlijk helemaal geen ene reep meer mee. Dus wie wil hem kopen bij deze? Wie wil mij een mooi zwaard kopen op de virtuele marktplaats? Ik verkoop hem voor maar 44 rotte flesh. Vind ik een prachtige deal. Dat zou best wel vet zijn eigenlijk als je het zo bedenkt. Dat je gewoon items met elkaar kan ruilen in Minecraft. Dat zou awesome zijn. Maar ja, het is een beetje raar. Want je kunt items natuurlijk gewoon... Ja, maar ik bedoel zeg maar... Je kunt natuurlijk wel gewoon Q inklikken. Door gewoon zeg maar zo'n item te ruilen. Maar dat je dan echt zeg maar... hoe zeg je dat? Dat je echt invites kon krijgen om dingen te ruilen. Zeg maar, ook al zit je niet in een server, dat je gewoon via singleplayer werelden met elkaar kan ruilen. Dat zou episch zijn. Zoiets in ieder geval. Maar nee, laten we even snel wat glas erbij pakken. Want dat kunnen we namelijk handig gebruiken bij het maken van mijn huis. En voor de rest heb ik eigenlijk vrij weinig nodig. Ik zal even snel gaan eten, want anders heb ik namelijk een lege hungerbar en dan kunnen we niet meer rennen. Voor de rest hoop ik dat jullie allemaal even een blauw duimpje op deze video zullen willen achterlaten. Ik heb het in het begin van de aflevering nog niet gevraagd. Maar ik zou het echt heel erg op prijs stellen, want die blauwe duimpjes motiveren mij namelijk enorm in wat ik doe. En het zorgt ook zeker weten voor dat ik lekker blijf doorgaan met wat ik doe. Oftewel dagelijkse gaming content uploaden op Doe Maar Gamen. Maar natuurlijk ook heel erg veel gaming content editen voor jullie. Dus knal even een like en laat ook even een leuke reactie achter. Want wie weet kom jij dan de volgende aflevering in de Book of Fame. Dus als jij een like achterlaat, maak je ook nog eens kans om in de Book of Fame te komen. Dat is dus eigenlijk gewoon een beetje een win-win situatie. Ik maak dit trouwens even 2 hoger. Voor de mensen die zich afvragen waarom ik dat wil doen. Omdat ik namelijk anders een probleempje ga krijgen met dit. Want ik wil eigenlijk moet hier nog 1 hoger. Kijk, ik wil namelijk dit doen. Zo. Wacht, even kijken of dit wel goed is eigenlijk.
Ik twijfel momenteel even. Ik heb namelijk misschien nog wel een beter idee. Dat wol is namelijk wel mooi. Maar ik weet niet of het nou mooier is om misschien hier twee ramen te doen en dan daar wol. Kijk, ik zal even laten zien wat ik bedoel eigenlijk. Ik hak door even snel het glas weg. Misschien een beetje zonde van die vier hulpeloze stukjes glas. Maar ja, weet je, dan kan ik jullie in ieder geval even laten zien wat ik misschien eventueel zou kunnen doen. En wat er denk ik ook wel wat mooier uitziet. Ik weet het niet. Aan de ene kant denk ik van het zou er wel mooier uit kunnen zien. Maar aan de andere kant twijfel ik er een beetje over. Wat we namelijk zouden kunnen doen. Dus we zouden ook dit kunnen doen. Zo. Nee, ik vind wol toch wel wat mooier. Wol vind ik namelijk, weet je wat het is? Dan heb je namelijk meerdere kleuren geel. Dan heb je wat meer variatie eigenlijk in je, ja, in je bouwwerk. En dat vind ik ook wel leuk om te hebben. En dan heb je dus ook echt gewoon een hele gele basis. Ik wil namelijk alles proberen geel te maken. En ik heb ook nog heel veel andere leuke ideeën om in deze, om in dit clubhuis te maken. Ik zeg gewoon in mijn basis, maar het is een clubhuis. En heel erg bedankt voor het idee. Degene die mij dat idee heeft gegeven. Hij staat ook in de boekenfam. Ik weet zijn naam even niet op mijn hoofd. Maar als je deze video kijkt, dan weet je in ieder geval dat ik het over hem heb. Zo, we gaan dus eerst even het raam maken. Dat lijkt me over het algemeen een vrij handig idee. Als ik mezelf er even bovenop teleporteer. Dat gaat namelijk wat sneller. Zo. Het was vandaag dus woensdag en ik ben vandaag gewoon weer naar school gegaan. Gisteren was ik namelijk een beetje ziekjes. Ben ik een beetje, was ik een beetje aan het bijtanken, zeg maar. Een beetje oorpijn en zo. Maar vandaag ben ik dus gewoon weer lekker naar school gegaan. En er is eigenlijk vrij weinig gebeurd op school. Het was gewoon weer een beetje een normale schooldag. Ik wil wel even een dikke shout-out doen naar iemand die ik op school ben tegengekomen. Namelijk een DMG'er. Of niet op school, maar vlakbij mijn school toen ik naar huis ging. Die was namelijk jarig. En die kwam ik tegen en ik wil dus even een dikke shout-out doen naar haar. Dus bij deze, als je dit kijkt, een shout-out dat ik ook even geef. Want ik vind het super tof dat mensen op die manier naar mij toe komen. Als ik bijvoorbeeld langs fiets of wat dan ook. Maar in ieder geval, dit ziet er al vrij awesome uit als ik eerlijk mag zijn. Ik denk tenminste dat het er awesome uitziet. Ik moet hem dus nog één hoger maken. En dan moet ik hier nog wol doen, één laagje. En dan ben ik officieel klaar met het maken van de eerste muur van mijn clubhuis. En dan ben ik eigenlijk best wel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ik heb namelijk echt enorm veel vette ideeën achter. Dit is te hoog. Ik heb heel erg veel leuke ontwerpen binnengekregen voor een clubhuis. Maar ik heb er nog niet echt eentje definitief gekozen. Dus daarom leek het mij een handig idee om gewoon eerst even mijn eigen ontwerp te gaan kiezen. Kijk, dit is episch jongens. Ja hoor. Dit wordt hem. Dit wordt hem. Ik zat een beetje te denken, had ik dit niet weten van wol kunnen doen? Dan ziet dit wel episch uit. Ik vind het enigszins wel episch uitzien. Laten we het zo houden. En dan komen we hier dus weer. Even kijken hoor. Boom. Dan haal ik mezelf hier heel even bovenop. Wat mij een handig idee lijkt. En dan denk ik dat ik deze nog maar even één hoog moet maken. Zo. Of is die dan niet heel... Ja, dan is die heel hoog genoeg. Oké, mooi. Dan gaan we dus nu over naar het glas. Als ik het goed heb. Ja, dan gaan we nu over naar het glas. En dan gaan we daar weer gewoon naar het klei. En daarna weer naar het wol. En dan hebben wij dus eigenlijk allebei de muren af. En dit zit nog steeds een beetje in de weg. Dit is namelijk mijn Ender Dragon altaar. Waar eigenlijk gewoon het Ender Dragon Eye in zit. Alleen, die zit momenteel een beetje in de weg. En ik weet eigenlijk nog steeds niet echt waar ik die zeg maar wil gaan bouwen. Want ik wil hem namelijk gaan verplaatsen. Alleen, ik weet namelijk momenteel even niet zo goed waar ik hem na zou moeten verplaatsen. Ik zit eigenlijk te denken aan, in mijn huis. Misschien moet ik gewoon even een soort van kamer maken in mijn huis. En gewoon een soort van endkamer. Waar ik eigenlijk allemaal endstone neerzet. Met allemaal enderpearls of zo. Zoiets lijkt me in principe wel leuk om te doen. Maar daar moet ik nog even over nadenken. Als jullie nog ideeën hebben waar ik mijn Ender Dragon altaar nu kan neerzetten. In plaats van hier, laat het dan even beneden weten in de reacties. Ik probeer sowieso zoveel mogelijk reacties te lezen. Van Survival Island. Dan weet ik namelijk wat voor leuke ideeën jullie hebben voor de toekomstige afleveringen. Zo. Ik vind het in ieder geval nu al best wel heel erg tof uitzien als ik eerlijk mag zijn. Ik ben alleen nog even aan het twijfelen of ik het ook echt zo wil houden. Ik denk het wel. Maar dat heb ik altijd hoor. Ik ben echt iemand die enorm veel twijfelt wanneer ik wat bouw. En ik heb jammer genoeg geen pijlen meer bij me. Ik wou namelijk even die creeper doodschieten. Was niet echt nodig geweest. Maar ik dacht van hey, als Miley Cyrus er klaar voor was om het even zo te zeggen. Dan had ik het wel kunnen doen. Zo. Oké. Ja, maar het begint ergens op te lijken. Ik heb in ieder geval het idee dat het ergens op begint te lijken. Kijk. Dit is in ieder geval even het kleine ontwerp. Nu gaan we door naar het dak. En ik denk eigenlijk niet dat ik het dak ga maken van acacia. Van geel is wel episch, maar ik heb momenteel geen acacia. Dus ik denk dat ik het maar gewoon ga doen van birchwood. Ik denk dat eigenlijk wel het mooiste eruit ziet. Birchwood is namelijk een beetje gelig. Het is niet echt geel-geel, maar het is een beetje geelachtig, zeg maar. Dus dan kunnen we dat denk ik het best doen. Alleen moet ik even kijken hoe ik dit ga doen. Moet ik hier dan nog één laag omhoog doen? Of hoeft dat niet? Nee, dat hoeft niet, denk ik. Ofwel. Ik denk dat we kunnen ook gewoon dit doen. Misschien is dat het mooiste. We hebben namelijk nog best wel veel van die locks. Dat ziet er denk ik wel het mooiste uit. En dat we daar dan die dingen tegenaan plaatsen. Dat is denk ik wel het beste. Dus wat we nu doen, is dan vervangen we die heel even zo. En dan moeten we hier moeten we dus het dak op gaan maken. En ik zat eerst te denken aan een soort van ontwerpje nog in het dak. Dus eigenlijk gewoon een soort van, ja, niet echt dat het een koepeltje is. Maar dat je zeg maar hier mooi naar boven kan kijken. Naar de lucht, om het even zo te zeggen. En ik zat te denken om hier ook nog een beacon in te zetten. Maar dat weet ik niet zeker. Want we zouden namelijk eerst nog een beacon gaan maken in mijn kasteel. Dus het lijkt me handig om dat eerst te gaan doen voordat we een beacon gaan maken in mijn clubhuis. Want die beacon die daar zit, die zit al echt enorm. Of die beacon die daar zit, zit gewoon naast mijn clubhuis. Dus of het echt nodig is, dat weet ik niet. Maar als we dat doen, dan hebben we natuurlijk wel twee werkende beacons. En dan kunnen we zeg maar een jump
ja, speed kunnen we dan hebben en jump. Dus dan kunnen we zowel hoog springen als hard rennen. Dus dat is misschien wel handig om te doen. Laat het beneden weten in de comments. Moet ik mijn beacon in het kasteel gaan plaatsen? Of moet ik mijn beacon hier in het clubhuis gaan plaatsen? Want als ik hem hier in het clubhuis plaats, dan kan ik zometeen niet alleen snel rennen, maar dan kan ik ook nog eens hoog springen op mijn eilandje. Dus het is enigszins wel misschien wel een goed idee. Alleen dat is ook een beetje aan jullie, want jullie moeten namelijk in beneden in de... Of moeten, jullie moeten! Nee, dat is niet wat ik wil zeggen. Jullie mogen namelijk hier beneden in de reacties nog ideeën achterlaten voor de komende afleveringen. Zo, ook al gaan we toch de komende tijd hiermee bezig. Dat staat wel een beetje vast. Ja, ik heb momenteel geen birdshoot meer over. Dus het lijkt me een handig idee om heel even snel naar mijn huis toe te gaan. Te gaan slapen en nog even wat birdshoot te gaan verzamelen. En ik wil heel even snel zometeen de farm gaan oogsten. Want dat heb ik namelijk de vorige aflevering als het goed is nog niet gedaan. En dat vind ik een beetje zonde. Want als ik de farm namelijk niet ga oogsten, dan is dat een beetje zonde. Want dan, ja, loop ik eigenlijk heel erg voor carrots mis. Want als ik hem namelijk nu oogst en ik plant het... Ja, kijk, kijk! Woe, Miley fucking Cyrus, yeah! Awesome of niet, jongens. Kijk, het is heel erg pixelated, wat ik echt oprecht jammer vind. Dus ik hoop dat de texture pack nog even vervangen kan worden. Laat even weten, jongens. Is er iemand die dit kijkt en die echt super goed is in het customizen van texture packs? Want ik wil namelijk echt een door game met texture pack. Waar eigenlijk gewoon alles hetzelfde is. Dus eigenlijk gewoon een devil texture pack. Maar waarbij echt sommige items veranderd zijn. Zodat het echt bij Survival Island past. En bij mijn andere series op door gamen. Dus laat hier beneden weten in de comments. Ken jij een YouTuber, een designer of wie dan ook die mij zou kunnen helpen met het maken van een Doomer Game Texture Pack? Als jij het bent, vind ik het goed. Als het je neef is, in ieder geval zorg er wel voor dat als je je Skype in de comments achterlaat, dat je er dan ook daadwerkelijk goed in bent. Want ik heb wel eens mensen toegevoegd op Skype die er toch niet goed, zo goed in waren als dat ze zeiden. Dus als jij echt denkt van ik kan echt bijna elk Minecraft item veranderen naar jouw manier of naar jouw doen, dan laat het weten in de comments. En het hoeft niet eens jijzelf te zijn. Kan ook iemand zijn die jij kent, een designer. Laat zij dan eens even zijn naam weten in de comments. En dan kan ik hem eventueel contacteren. Maar epic. Miley Cyrus. Heel erg pixelated. Maar het is er wel. En daar gaat het wel om. Ik bedoel dat het pixelated is. Het is Minecraft, weet je. Dat had ik kunnen verwachten. Maar het is wel leuk. Ik moet eerlijk toegeven. Ik ben er blij mee dat ik nu Miley Cyrus in mijn huis heb hangen. Of niet Cyrus. Of niet. Of... Serieus plaktoets. Kun je me nou altijd op de vervelende... Moet je me nou altijd op de vervelendste mensen momenten onderbreken? Dan ben ik eigenlijk de liefde aan het bedrijven met Miley Cyrus. En dan moet je er weer tussen komen. Wat wilt u deze plaktoets vervangen? Nee, dat wil ik niet. Ik heb helemaal geen zin in jouw stomme plaktoets. Oh, jammer. Ik wou je net doodmaken. Oké. Ik moet even een hode bijpakken. En eigenlijk moet ik ook even wat dirt hebben. Want ik wil namelijk de farm ook even gaan uitbreiden. Dan kunnen we daarna eventueel nog even... Ja, kijk. Ik heb dirt. Mooi. Want weet je, het is wel belangrijk om een beetje een grote farm te hebben. Zodat we uiteindelijk lekker veel voedsel hebben. Ik heb de vorige aflevering niet echt veel reacties gezien over wat jullie wouden met de farm. Want ik had jullie namelijk de vraag gesteld wat jullie mijn farm wouden hebben. Of jullie wouden dat ik de farm naast de Willway ging maken. Dus zeg maar, je hebt zeg maar de koeienkennel. Ik zal jullie even van dichtbij laten zien. Dan weten jullie precies waar ik het over heb. Je hebt zeg maar hier de koeienkennel. En dan heb je hier zeg maar, ik zal even een stukje verder lopen. Hier heb je de Willway. En de Willway die gaat helemaal door naar het vasteland. En ik vroeg aan jullie, zouden jullie het leuk vinden als ik hier zo helemaal hier langs de Willway tot en met het vasteland een enorm grote farm zou willen gaan maken? Dus laat even weten in de comments. Moet ik een farm gaan maken langs de Willway? Of moet ik de farm daar houden? En sowieso, als ik de farm ga maken langs de Willway, houdt dat niet in dat ik deze farm ga afbreken. Maar mijn vraag is, zouden jullie het een leuk idee vinden als ik de farm zeg maar vanaf hier, dus eigenlijk vanaf dit blok hier, helemaal tot het vasteland, een hele lange farmstrook zou maken. En dat wil ik dan uiteindelijk ook hier gaan doen, wanneer de koeienkennel eindigt. Dus als de koeienkennel ongeveer op de helft van de Willway eindigt, wil ik daar ook weer verder gaan met een farm. Of alleen hier. Laat het weten in de comments, of ik hier dus mijn farm moet maken. Het lijkt mij namelijk enigszins wel leuk, want dan hebben we eigenlijk gewoon een beetje, ja... Ik weet niet, het is denk ik gewoon een leuk idee om een farm te hebben langs de Willway. En dan kun je namelijk ook echt ergens naar kijken, zeg maar. En dit vind ik echt fucking genius uitzien. Ik vind hem mooi, jongens. Het heeft wat. En het leuke is ook gewoon dat als je hier staat, vanaf dit perspectief zie je mij, Miley Cyrus. En ik in WK-vorm zie je echt zo heel sneaky zo eroverheen kijken. Zo van, hallo. Oh, wat vind ik dat leuk, jongens. Ik ben echt oprecht blij met wat ik allemaal heb weten te bouwen in deze, ja, survival wereld eigenlijk. Wat eigenlijk gewoon meer een hele recreatiewereld is geworden na al die tijd dat ik hierin speel. Maar laat dus gewoon weten, schrijf gewoon in de comments, Willway farm of aparte farm. Als je schrijft aparte farm, dan ga ik ervan uit dat jij bedoelt dat ik een farm hier moet maken. Dus dat ik deze farm helemaal moet gaan uitbreiden, eventueel rondom het schip. En als jij zegt aparte farm, of nee, dat is aparte farm. Als jij zegt van Willway farm, dan maak ik een farm helemaal hier zo langs de Willway. Dus eigenlijk vanaf dit blokje helemaal tot het vasteland. Dus Willway farm, aparte farm. Laat me het weten in de comments. En dan weet ik in ieder geval wat jullie het fijnst vinden. Want het gaat natuurlijk ook om wat jullie het leukst vinden. Ik denk dat dit in principe wel het handigste is, een aparte farm. Maar een Willway farm heeft ook wel weer wat. Maar kijk, we hebben echt super veel carrots. Oh, die carrots zijn zo chill. Je kunt ze namelijk eten. Je hoeft ze niet te koken. Het is gewoon awesome. En voor de mensen die denken, ja maar Job, je hebt toch super veel koeien en steak. Dus wat doe je eigenlijk moeilijk?
Soms moet je ook gewoon dingen doen omdat ze leuk zijn, weet je. Ik bedoel, Minecraft... Nu hoef ik Minecraft zeg maar niet meer te spelen om de prioriteiten. Het is niet meer zozeer om de functionaliteit. Het ziet er gewoon leuk uit. Het is gewoon vet dat ik zo meteen echt de grootste Boreaanse wortelfarm heb uit heel Minecraft. Nee, dat gaat waarschijnlijk moeilijk worden, want ik weet wel echt dat er wereldrecords zijn rondom Minecraft die echt fucking huge zijn. Ik neem aan dat de grootste Minecraft farm misschien wel 1 miljoen blokjes is of zo. Ik heb geen idee, maar dat zal echt super groot zijn. Dus vandaar. Maar deze ga ik dus nog groter maken. En ik ben dus eigenlijk van plan om de carrot farm tot en met de boot te gaan maken. En dan vanaf de boot helemaal om de boot heen wil ik dan bijvoorbeeld een wheat farm gaan maken. Zoiets heb ik in ieder geval wel in mijn hoofd. En die mag weg. En die mag weg, zo. Wauw jongens, ik heb echt super veel carrots. Dat is gewoon niet te geloven. We begonnen geloof ik met 2 stacks. Oh nee, we begonnen met 1 carrot zelfs. Ja jongens, we begonnen met 1 carrot een paar afleveringen geleden. Dat is echt niet normaal. Hoeveel we er dan nu al wel niet hebben? Zo. De durability gaat gelukkig niet naar beneden. Dat gaat alleen wanneer je dit doet. Maar dat ga ik nu ook even doen. Want ik wil namelijk nu ook hier weer heel veel carrots gaan plaatsen. Want we hebben namelijk nu echt genoeg carrots om deze farm te gaan vervierdubbelen eigenlijk. Zo, zand mag weg. En dan heb ik eigenlijk al de carrots opgepakt. Er zullen waarschijnlijk ook echt heel wat carrots naar beneden zijn gevallen. Maar hey, je hoort mij er niet zozeer over klagen. Want ik ben eigenlijk alleen al blij dat ik zo'n grote carrot farm heb. Voor de rest is vandaag dus de winuitslag online gekomen van de Walibi Holland kaartjes van de giveaway. Hopelijk vonden jullie de winuitslag leuk. En hopelijk ja, vinden jullie het niet al te erg dat jij misschien niet hebt gewonnen. Degene die had gewonnen heet geloof ik Carlos Bakker of zo. Ik weet het niet eens meer, moet je nagaan. Maar die heb ik toegevoegd op Skype en die heb ik eigenlijk het goede nieuws even verteld. En die heb ik verteld ja, waar die moet zijn en hoe het in zijn werking gaat. Maar uiteraard als ik zaterdag naar Walibi Holland ga, naar het grote festival Out of Control. Ga ik daar wel lekker veel van jullie gaan filmen. Dus er komt sowieso nog een hele leuke video online waarbij jullie mij zien in Walibi Holland. Waarbij ik voor jullie allemaal leuke on-white video's ga maken. Wat ik daarmee bedoel te zeggen. Dus eigenlijk allemaal video's in achtbanen misschien wel. En in van die boomstammen en in de wild waterbaan. Het wordt in ieder geval zeker weten een hele vette video. En ik hoop dat jullie er allemaal heel erg veel zin in gaan hebben. En voor de rest ben ik ook bezig met een super groot geheim project. Waar jullie waarschijnlijk ook heel erg veel zin in gaan hebben. Maar dat project is voornamelijk bedoeld voor de zomervakantie. En dat is eigenlijk wel apart. Want sommige mensen die dit kijken, die zullen nu waarschijnlijk net zomervakantie hebben vandaag. Ik heb aankomende vrijdag zomervakantie. Tenminste, dan heb ik nog niet officieel zomervakantie. Maar dan heb ik eigenlijk een soort van zomervakantie. En daar heb ik persoonlijk ook echt immens veel zin in. Ik kan echt niet wachten tot mijn zomervakantie officieel begonnen is. Dus dat. En daar gaan heel erg veel vette projecten in de zomervakantie gebeuren rondom Doe Maar Gamen. Maar dat heb ik jullie natuurlijk door de video's heen. Heb ik daar al wel een paar kleine hints over gegeven. Ik hoop dat jullie het nog niet helemaal weten. Maar ik kan jullie in ieder geval wel gaan vertellen dat het super awesome gaat worden. En ik hoop dat jullie er allemaal zin in gaan hebben. Voor de mensen die trouwens denken, joh, waarom ga je nu niet verder met je clubhouse? Omdat ik namelijk eerst even wat meer birchwood moet hebben, wil ik mijn clubhouse maken. Want als ik namelijk geen birchwood heb, dan kan ik het dak van mijn clubhouse niet maken. Dat heb ik wel nodig. Dus de volgende aflevering moeten we denk ik weer wat birchwood gaan verzamelen. En holy fuck, jongens! We hebben echt gewoon niet normaal veel carrots. Gelukkig kunnen we die lekker snel gaan plaatsen. Ik ga nu sowieso geen bone meal meer gebruiken, want ik heb namelijk zoveel carrots. Dus ik heb niet eens meer nodig. Maar ik vind het wel leuk om zoveel carrots te hebben. Het heeft wel wat. Dus binnenkort ben ik eigenlijk van plan. Tenzij jullie natuurlijk willen dat ik het bij de Willway ga maken. Ligt een beetje aan de reacties. Als jullie willen dat ik het bij de Willway ga maken, dan maak ik het bij de Willway. Maar stel jullie willen dat ik het hier ga maken, kan ik het misschien wel helemaal om de boot heen verwerken. Dat je dus eigenlijk gewoon een boot hebt die midden in een farm staat. Ik bedoel, wie heeft dat nou? Dat is gewoon fucking origineel en epic. Dus dat wil ik misschien wel gaan doen. Maar dan moet ik nog wel een klein beetje... Oh, kut leven. Daar moet ik nog wel een klein beetje over nadenken. Zo, ja, het ziet er enigszins leuk uit. Ik bedoel, kijk, die carrots die maken het wel af. Carrots die maken het wel af. Die kleine mooie groene practicals die op het mooie bruine dorp verschijnen. Klinkt heel poëtisch, maar dat is het eigenlijk gewoon niet. Het heet gewoon farmen. Maar het ziet er wel leuk uit. Ik moet zeggen, ik ben er blij mee dat ik deze farm heb. En hij is nog lang niet af. Hij is echt nog lang niet af. Ligt het nou aan mij of heb ik helemaal niet zoveel carrots gekregen? Want we moeten nou nog 2 van die hele rijen vullen. Dus ah, ja, we hebben er wel veel. We hebben waarschijnlijk 1 stack over. Dus we hebben 1 stack winst gemaakt deze maand. 1 stack om ons gezin weer van te voeden. Het gezin dat bestaat uit Miley Cyrus de Bo. We moeten die fishing rod en zo ook nog een naam geven. Dan kan ik namelijk echt een soort van gezinnetje samenstellen. Mensen die wouden mij zwaard prikstok laten noemen. Ik vond het wel fucking genius. Ik vond het echt fucking genius, jongens. Wauw, prikstok. Wie heeft dat? Dat vind ik leuk. Ik denk dat ik hem zo ga noemen. Ik ga een prikstok noemen, jongens. Ik ga deze aflevering ga ik de zwaard prikstok noemen. Ik vond het mij toch een leuke naam. Geniaal. Prikstok, hoe kom je erbij? Wel leuk, moet ik zeggen. Ik heb namelijk eerst heten mijn zwaard dildo. Die hangt als het goed is ook nog in mijn quartz museum. Of niet meer, ik weet niet meer. Want mijn map was namelijk een keer corrupt geraakt. We hebben nog ineens een stack aan winst. Nou, we hebben wel iets meer winst. Want we hebben namelijk daar weer een nieuw gedeelte erbij gemaakt. En zo, kijk. Awesomeness. Nou, dan wil ik hier nog even een klein stuk... Gaat het hem dat wel worden? Ik weet het eigenlijk niet. Lukt dat wel? Ja, dat kan wel. Zolang we er maar onder kunnen lopen, is het goed. Hoe lang is die? 4, hè? Gaan we dat halen?
Unet. Perfect. Dan kunnen we namelijk hierna zeg maar het hele gedeelte on the farm of niet on the farm. Dan kunnen we zeg maar hierna de farm helemaal om de boot heen gemaakt. Dan heb je letterlijk gewoon een boot die ja, eigenlijk in een farm zit. En natuurlijk is het ook niet erg als we twee farms hebben. Bijvoorbeeld hier een hele grote carrot farm. En daarbij de Willway bijvoorbeeld een hele grote. Ja, vertel het eens. Misschien wel een melon farm. Dat zou best wel even zijn, een melon farm. Maar ja, dat gaat wel veel tijd kosten. Dus het lijkt me een beter idee om dan maar gewoon een wheat farm te gaan nemen. Dan kunnen we namelijk lekker snel met boonmeel laten groeien. Het is wel jammer dat je een melon niet gelijk helemaal kan laten volgroeien met boonmeel. Je kan hem wel een soort van stimulatie geven, maar helemaal in één keer kan jammer genoeg niet. Vind ik balen. Zo. Boom, boom. Hey, piece of shizzle. Dit is awesome, jongens. Wat ben ik toch een konijn? Een echte worteleter ben ik. Dit is echt veel. Dit zijn echt veel wortels, jongens. Dit zijn echt heel veel wortels. Maar dat vind ik niet erg. Want hoe meer wortels, hoe beter. Ik wil namelijk sowieso een hele grote carrot farm maken. Ik vond het sowieso leuk om een grote farm te hebben. Net zoals in Minecraft Survival Island 100 dagen geleden had ik namelijk een enorm grote wheat farm. En nu heb ik dat eigenlijk gewoon weer een beetje terug laten komen. Maar dan met de carrot farm. Deze carrot farm is geloof ik nu al groter dan toen hoe die wheat farm er toen uitzag. Kut. Zo. En we hebben nog 8 carrots over. Dat is leuk. Kunnen we een beetje gaan eten. Niet dat ik carrots ga eten wanneer ik steak bij me heb. Want dat wheat stort namelijk wel veel beter. Maar het gaat even een beetje om het idee. Ik bedoel, het idee, dat telt ook mee. Dus we gaan nu wel even onze zwaard de naam prikstok geven. Want prikstok, die moet ook geboren worden. Jullie wouden namelijk heel erg graag dat ik een prikstok noemde. En dat ga ik bij deze dus ook even doen. Daarvoor moet ik natuurlijk wel eens even door mijn desire zijn. Wacht. Oh, ja, dat was echt vreselijk lekker. Het was maar een paar seconden, maar het was toch wel weer een hele belevenis. Het klopt, mijn hart klopt gewoon bijna naar mijn keel toe. Maar dat maakt niet uit, want prikstok gaat namelijk geboren worden. Prikstok. Boom. Prikstok is geboren, jongens. Oh my god, dan ben ik hier blij mee. Jongens, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken bij deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island. Vergeet die like niet, jongens. Die likes motiveren mij enorm in wat ik doe. Het is voor jullie echt een immens kleine moeite. Maar jullie willen niet weten hoeveel jullie mij er eigenlijk in support. En wat het eigenlijk wel niet met mij doet. Ik vind het echt super awesome, namelijk om die likes te zien. En dat zorgt ook weer voor dat ik lekker doorga met het maken van dagelijkse gaming content. Wat ik natuurlijk sowieso wel blijf doen. Maar degene die erin gaat komen vandaag, dat is... Ik moet even kijken wie het eigenlijk is. Ik had namelijk wel iemand in mijn hoofd, maar daar ben ik momenteel een beetje aan over twijfelen. Degene die er gaat komen is Tristan van Poeken. Tristan van Poeken. Die heb ik namelijk nu al meerdere malen zien staan bij Minecraft Survival Island. En ik wil hem dus ook even een plekje in de Book of Fame geven. En hij wou graag dat ik de Willway bij de farm ga maken. Dus dat ga ik... Of nee, de Willway bij de farm. Eigenlijk is dat ook wel zo, maar eigenlijk de farm bij de Willway. Jongens, bedankt voor het kijken van deze video. Laat hier beneden weten in de comments wat ik de volgende aflevering van Minecraft Survival Island moet doen. Laat natuurlijk ook even een blauw duimpje achter. Een leuke reactie. En je kunt ook abonneren op mijn YouTube kanaal. Doe maar game door even op die mooie abonneerknop. Hier onderaan de video klikken. Dat zorgt er namelijk voor dat jij up-to-date blijft van alles wat ik doe. En er gaat heel erg veel gebeuren in de zomervakantie. Dus vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island. Hier op Doe maar Gamen. En dan zeg ik, ciao.